Het ministerie van Volksgezondheid organiseert in samenwerking met Stichting Organisatie Hindu Media OM tot en met 5 juni een gezondheidsbeurs en tentoonstelling in verband met 150 jaar Hindoestaanse immigratie. De beurs is gisteren geopend in de Anthony Nesty Sporthal. Het ministerie van Volksgezondheid en de stichting OHM vinden dat bij de viering van 150 jaar Hindoestaanse immigratie het een goed moment is om aandacht te besteden aan de gezondheid van de samenleving. Naast informatie over de gezondheid zijn er op de beurs andere culturele activiteiten en kunnen bezoekers meer te weten komen over de geschiedenis van de Hindoestanen. Rajan Baldeo, waarnemend voorzitter van stichting OHM, legt uit hoe de beurs eruit ziet. Deze beurs duurt gewoon van 1 tot 5 juni. Dat is buiten het gebouw en onder de tribunes van het NIS-gebouw. En we verwachten dat alle 5 dagen goed bezocht zullen worden. Vandaag is de eerste dag, is altijd een stukje opstart. Maar ik roep al de mensen op, ik nodig ze uit. Kom kijken wat je hier over de Surinaamse gezondheidszorg te weten kan komen. Kom kijken wat je hier aan je eigen gezondheid kunt verbeteren met healthy lifestyle tips. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid zegt dat de voeding van de Hindoestaanse voorouders heel erg gevarieerd was in de contractperiode. Hun voeding had weinig zout en was er in de latere jaren zelfs een verbod op zout. In die tijd werd er ook veel gedaan om gezondheidsproblemen te voorkomen. De bewindsman zegt dat anno 2023 ook veel gedaan moet worden aan preventie. Hygiëne, gezond leven. Goede voeding, beweging, vaccineren, ontspannen, geen schadelijke stoffen consumeren, of zeggen zo min mogelijk consumeren, zout en suiker reduceren. Dat kan helpen om gezond te blijven. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de Hindoestaanse voorouders gezonder leefden. Zij leefden met het minimale en desondanks hebben zij zwaar werk kunnen verrichten op de plantages. En laten we daaruit leren trekken. Dat hun leefstijl, hun leefgewoonte, hun voedingsgewoonte daartoe hebben bijgedragen. En laten we dat ook meenemen door gezonder te gaan leven. Want uiteindelijk gaat het niet om hoe oud je wordt, maar hoe word je oud. Door healthy lifestyle, door goed te leven. Maar onze voorouders hebben ons ook geleerd dat in feite als je eenmaal ziek wordt, dat voor die ziekte er een medicijn aanwezig is in de natuur. En dat is de kracht ook in India, zij die daar gaan. En inmiddels overgenomen door de rest van de wereld, Ayurvedisch. De gezondheidsbeurs werd officieel door de president geopend. 150 Surinamers die zich verdienstelijk maken binnen de mandiers, kerken en moskeeën werden gehuldigd.